De tankvereniging Het Akkertje uit Zomeren houdt op zondag 13 augustus het Open Zomeren Sejeu de Boel kampioenschap. Dit kampioenschap vindt plaats op Sportpark De Potakker. Daar sprak Harry van Horik van Cirrus TV met Frans van de Ven van de organisatie van dit kampioenschap. Frans van de Ven, je bent bezig met de organisatie van een heel groot toernooi. Nou ja, een groot toernooi. We zijn met een organisatie van 5 man zijn we er mee bezig nu. Het is in 2020 is het een beetje in de sloop geraakt met de corona, dus dat hebben we nu een paar jaar niet gedaan. En nu hebben we het idee weer opgevat dat we een keer weer moeten beginnen. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Een groot zomertoernooi, dat betekent dat alle dorpen meedoen? Alle dorpen mogen meedoen. Mogen meedoen, moeten niet. Moet niks. Ja. Moet niks. Het zijn allemaal mensen die graag willen boelen. Allemaal hebben we eens een keer geboeld op de camping. En die mensen mogen gewoon mee komen doen. Ja. Dat is voor de eerste of tweede keer dat gebeurt? Of heb je dat vaker gedaan? Nee, dit is de eerste keer dat we dit doen. Dit doen? Ja. Oké. Okay. En hebben die anderen ook interesse getoond, of niet? Ja, daar hebben we ook wel flyers neergehangen en er komen wel reacties op. Ja. En we hebben het nog niet vol, moet ik zeggen, maar de tijd is nog langer. Het is nog een maand voordat wij beginnen. Dus er is nog hoop voor die mensen. Ja, en het is dorp tegen dorp of is het individueel? Nee, het is eigenlijk individueel. Ze moeten ze eigenlijk opgeven in koppels, dus van de 2 mensen. Maar van erin zeker uit Zomeren moet komen, uit Groot Zomeren. Ah ja. Ja. Oh, dat is nog heel breed. Dat is breed genoeg. Daar kunnen ze overal af lang van komen. Ja, 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 dat kan. Ja, en hoeveel koppels had ik nodig? 32 koppels maximaal. En hoe ver ben je nou? We hebben nog ongeveer de helft binnen. Ja. Dus, maar vooral Zomeren zeker, of niet? Ja, vooral Zomeren. Ja. Dus je gaat nou mensen oproepen om mee te doen? Ja, dat zou wel fijn zijn dat er mensen zijn die nou luisteren. Ja? En die zeggen, ja, dat wil ik wel eens een keer meedoen. Het is al een hele gezellige dag. Voorheen, voor 2019, 20, hebben we hier dat vaker gedaan. En het was eigenlijk een hele mooie dag. Ja. En je moet dan lid zijn van een van die clubs in de dorpen? Je hoeft nergens lid van te zijn. Ja. Maar zo komen ze de boel. En de leeftijd? 18 jaar. Alles boven 18 jaar mag meedoen. Oh, dat is wel anders. Dat kan heel anders worden. Dat kan ook jonge mensen hun eigen aanmelden natuurlijk. Ja, zeker. Ze zijn er ook al. Ja? Zoals van hier, die meedoen. Dus er zijn al genoeg jongeren bij. Maar die mogen altijd zeker meedoen, ja. Ja. En het is hier te doen? Welk? Het is hier te doen? Hier te doen. Op 6 banen. Ja. Ik speel op 6 banen en dan op 32 koppels. Dat is organisatorisch zitten een beetje goed te handelen. Ja. Dus vandaag. En de mensen die meedoen, dat is niet zo dat je voor lol meedoet. Je moet wel serieus... Ja, het is wel een serieuze zaak natuurlijk. Er zijn dikke prijzen te verdienen. Hè? Ja, zoals? Ja, eerste prijs. Ik wil er nog niet over praten, maar dat is een flink geldbedrag. Dus, er mag niet over praten? Nee, er mag nog niet over praten. Moet dat geregeld worden? Moet nog geregeld worden.